Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik eens wil kijken hoe dat het zit of wat de boodschappen zijn voor de lichtwerkers op missie. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit een business reading of een financiële reading is. Omdat ik weet, zeker als lichtwerker, is het belangrijk dat jouw werk ondersteund wordt en dat je vergoed wordt voor het werk wat je doet. Omdat hoe meer dat je ontvangt, dus hoe meer je ontvangt, hoe meer dat je eigenlijk nog van dienst kan zijn. Dus laten we zien wat dat we hier nog krijgen. Wat zijn de dingen dat we nu meer in uitgedaagd worden. En nog meer mogen over weten, meedelen, inzichten mogen over ontvangen. Ja, en dus het eerste dat we krijgen om in de flow van onze natuurlijke energie te gaan manifesteren, is natuurlijk dat we op een andere manier uitgedacht worden om te kijken naar manifestatie en nog meer naar onderneming. En dat maakt dat een aantal ondernemers, een aantal lichtwerkers, wanneer dat je nu nog dingen doet die niet helemaal uitgeleend zijn, met jouw natuurlijke energie. Dus hoe dat jouw energie van nature uit gaat gaan stromen. Wie dat je eigenlijk van nature uit bent. Dat je gaat merken dat je eigenlijk een stukje gaat gaan stagneren. Gaat gaan vastzitten. En eigenlijk een plateau gaat gaan bereiken. Daarom is het ook belangrijk dat we goede keuzes en aangepaste keuzes, afgestemde keuzes gaan nemen. Kijk zeker ook eens naar de video dat ik woensdag opgeload heb. Waarom? Omdat kan zijn dat je met een aantal geloften en beloften zit uit vorige levens die ervoor zorgen dat je manifestaties nu niet volledig kunnen doorkomen. Dus we zitten op een kruispunt waarin dat je, zoals je ziet, op een andere manier gaat moeten leren aantrekken. Op een andere manier je energie gaat gebruiken. Meer vanuit je natuurlijke flow. En dus niet meer vanuit wat je altijd gedaan hebt, wat je altijd gekend hebt. Maar dus echt vanuit het perspectief, dus vanuit echt je natuurlijke flow. Ik zie dat ik op mijn hand geschreven heb. toch. Wat zien we? Dat de kleine tarotkaartjes geven. Ik vind die zo schattig. Er zijn ook heel handig, want die liggen hier altijd op mijn bureau. Dus ik ga die altijd heel snel vast om extra inzichten te ontvangen of wat dan ook. Daniel. Wat is hetgeen dat we nog meer mogen weten? Rond het nieuwe ondernemen. Rond lichtwerkers die al dan niet al volledig in een missie zitten. Het maakt niet uit of je het gevoel hebt dat je nu al echt volledig op je missie bent of niet. Gewoon het feit dat je hier bent, aangetrokken tot deze video, is een teken dat je in de goede richting aan het stappen bent. Natuurlijk ga je wel gevraagd worden om een aantal aanpassingen te doen. En daarvoor ben ik hier met inzichten in deze video, zodanig dat je zou leren dat het oké is om in het onbekende te stappen. Dat het oké is om dingen anders te gaan doen dan je altijd gedaan hebt. En nog eentje voel ik. En dan gaan we de uitleg geven. Oké. Remembering the past. De onderste is de wereldkaart met einde van een hoofdstuk. En dat is ook heel mooi omdat je dat ziet. Omdat hier zie je ook het teken van Noordnode. En Noordnode is eigenlijk ook de weg die je moet gaan bewandelen om die lessen te leren dat je ziel voor dit leven heeft uitgekozen. En dat is natuurlijk als lichtwerker verbonden met de missie die je doet. Van de dingen die je doet. Dus in je onderneming, in je spirituele onderneming, als lichtwerker en de dingen die je doet, leer je en ontdek je meer over jezelf. En ga je altijd maar dieper in die essentie. En dan zien we dat we eigenlijk hier weer de kaart krijgen die verbonden is ook met Venus, dus de vrouwelijke energie. En wat zien we? Een loving exchange. Dus er moet een balans zijn, niet alleen in je mannelijke en je vrouwelijke energie, maar ook in geven en nemen. En dat is iets waar heel veel lichtwerkers tegenaan lopen, omdat ze eigenlijk hun prijzen veel te laag zetten. Ze hebben het idee vanuit de zorgzaamheid en vanuit de compassie dat ze voelen en de liefde dat ze voelen voor de medemensen,
Hebben ze het idee van, ja, ik kan niet veel vragen, want ik wil dat iedereen helpen. Ik wil iedereen helpen. Maar geloof mij, je helpt niemand verder als jij niet genoeg voor jezelf gaat gaan verdienen. Als jij niet genoeg voor jezelf gaat gaan ontvangen. Je kan niet van dienst zijn en volledig jouw beste leven gaan leiden als je elke maand moet kijken van hoe dat je brood gaat kopen, hoe dat je rekeningen gaat gaan betalen. En dan ga je uiteindelijk terug weer terechtkomen in het systeem, ga je stoppen met je missie en met je lichtwerk. En dat is net hetgeen dat we hier nodig hebben, jouw energie. Dus zorg ervoor dat wat dat je doet, dat die prijs ook afgestemd is, de prijzen die je vraagt, dat die afgestemd zijn met jouw waarde. Jouw waarde, dat wil niet zeggen dat je niet waardig bent, maar wel, de prijs dat jij kan vragen of die voor jou resoneert, heeft te maken met hoe ver dat jij voelt dat je waard bent om te ontvangen. En dat is hetgeen dat deze kaart ook zegt. Je bent genoeg. Je bent perfect in staat. Je mag meer vragen. Je mag echt die Queen of Pentacles zijn. Wat is het? De 9 van munten. En er staat ook bij, you are enough. Je bent voldoende. Je bent genoeg. Meer hoef je nu te zijn. Hier gewoon jouw energie delen, jouw kennis delen, jouw wijsheid delen, is eigenlijk al voldoende om te ontvangen. Hoe en via wat en welke instantie en welk kanaal, dat maakt op zich niet uit. Het enige dat je te doen hebt, is eigenlijk altijd in die modus zitten van te ontvangen. Die balans te houden tussen actie en ontvangen. Actie nemen in je mannelijke energie, ontvangen in je vrouwelijke energie. En ik ben even in de war, omdat ik aan het denken ben aan de video van gisteren, waarin dat ik ook uitleg en dieper ga over hoe dat je die twee eenheden kan leren gaan samenwerken. Begrijp ook dat in hetgeen wat jij doet, dat jouw talent, dat jij daar een autoritair in bent. Dat jij daar op jouw manier een leider in bent. Dus het is ook belangrijk om je gedachten, want dat is hier de koning van zwaarden, dat jij jouw gedachten daar ook op die manier mee gaat gaan uitlenen. Hoe meer dat jij jouw energie daarmee gaat gaan uitlenen, hoe meer dat je ook gaat zien dat je inderdaad genoeg bent. En dat je inderdaad het verdient om betaald te worden voor de kennis en de wijsheid en de dingen dat jij brengt bij die andere mensen, bij jouw klanten. Dus vandaar ook deze kaart, hè, de zon, de Six of Cups en Remembering the Past. Waarom? Je hebt hier ook weer de mannelijke en de vrouwelijke energie, maar in het kinderlijke stuk. Dus kijk terug naar hoe dat je ouders met geld omgingen. Kijk terug naar hoe dat er gesproken werd over werk. Kijk ook terug naar vorige levens, waarin dat je misschien arm was, of misschien waar je superrijk was, maar ze rijk vanuit puur vervormde mannelijke energie. En ik heb zo een aantal levens gehad waarin ik superrijk was, maar het was niet vanuit mijn vrouwelijke geheelde energie zoals ik nu doe. Nee, het was vanuit de vervormde mannelijke energie. Hard, hard, hard werken. En dat is een van de dingen die in mijn noordnode zit, om het op een andere manier te gaan doen. Op een andere manier mijn welvaart en mijn rijkdom en mijn overvloed en mijn wat dan ook te gaan vormgeven. Dus ook daarin is het belangrijk dat je gaat gaan kijken van, wat is dat ik allemaal geloof? Dus jouw gedachten, zodanig dat je het kan gaan uitlenen in je emoties, dat je daar die balans kan brengen tussen mannelijke en vrouwelijke energie, om dan uiteindelijk gewoon het leven aan te trekken zoals hij eigenlijk van nature voelt dat voor jou weggelegd is. Wat kunnen we nog meer zeggen over of voor liever de lichtwerkers op missie? Ik kan dat een klein beetje opschuiven. Voilà, dan heb ik hier weer meer plaats. Mijn computer ging in slaapstand. Het is nog geen tijd om te slapen, computer. Als je dergelijke video's leuk vindt en interessant vindt, ook voor jouw proces, dan zou ik leuk vinden als je een likeje geeft, omdat ik dan ook weet dat dit de thema's zijn die het meeste gevraagd zijn, die dus waar ik jullie het meeste mee kan helpen en ondersteunen. Oké, nee, ik ga hem nemen, maar ik hoorde niet. Wat is hetgeen dat ik nog meer kan meegeven, channelen? Wat zijn de inzichten die we nog mogen krijgen? De klaver met Neptunus, planeet Neptunus. Dat is ook weer de Hanged Man kaart, maar vanuit een andere deck. Het is mooi hoe dat ook weer telkens dezelfde boodschap terugkomt. Dus hetgeen wat hij doet,
Als je niet het resultaat krijgt dat je wilt, dan moet je eigenlijk op een andere manier gaan kijken naar je situatie. En je ziet ook weer de koning en de koningin van hetzelfde dek. Hetzelfde element. Oepsie. En deze nog. Voilà. En dan gaan we zien wat de kaart zegt. Dan hebben we eerst de klaver. Klaver, zoals hij weet, zeker klavertje 4, is ook verbonden met geluk. En hier was dat er nog maar bij. Happy coincidence, unexpected rendezvous, a fling, good fortune, carefree, a reward, flirt, short-lived. Short-lived heb ik niet het gevoel dat hij er iets te maken heeft. Maar misschien wel over de ideeën die niet afgestemd zijn. Dan ga je merken dat het eigenlijk jou niets brengt of alleen maar frustraties. Of onthoogelingen. En dan is het belangrijk om daarna te kijken. Wat is geen waar je eigenlijk jezelf nog tekort aan doet? Wat is geen waarin dat je nog niet volledig afstemt bent en dingen doet vanuit jouw energie? Zoals een voorbeeld. Als je zou kijken naar welk type ik ben in human design, dan is mijn type een manifester met een spleen authority. Dus met een mild. Wat betekent dat ik eigenlijk geen conversatie nodig heb om boodschappen te delen. Dus daarom werkt deze video's voor mij eigenlijk heel goed. Ik kan informatie channelen, ik geef het door aan jullie en jullie kunnen ermee aan de slag. Hetzelfde met de online cursussen en dergelijke. Natuurlijk bij 1-op-1 halen klanten daar heel veel uit, omdat zij wel die conversatie en die communicatie nodig hebben. Maar het werkte niet meer, of niet langer meer, voor mijn energie. En dus daarom is het belangrijk om daar naar te luisteren en dus de veranderingen door te voeren. Ook al is dat heel beangstigend, omdat je niet weet waar dat jou gaat gaan brengen. Maar door anders te gaan kijken naar de situatie, ga je zien, zet je eigenlijk de deur weer open en ga je zien voor overvloed om weer binnen te komen. En dat is Neptunus, is ook de, hier, zoals dat er hierop staat, de ruler van alignment. Dus verlichting. Het brengt verlichting, het brengt weer inspiratie, het brengt weer energie naar jouw bedrijf, naar jezelf, naar jouw leven, waardoor je weer kunnen gaan stralen en jouw eigen dromen ook gaan najagen. En dan zien we hier ook de koning. Hij lag trouwens hier op die koning van zwaarden. Is ook verbonden met de vis. Misschien dat er iemand vis is van dierenliemteken. Heeft te maken met resources, finances, investments, prosperous money, income, commerce, multiply, large quantity, lavish bodies of water. Dus vanuit het afstemmen van je emoties, want vis is een emotieteken. Hier ook 3, 4 en samen 7 heeft te maken met verandering. We gaan kijken met er nog een 7. Dus ja, kijk, 2, 5 is weer 7. Dus dan zorg je ervoor dat je eigenlijk overvloed nog meer gaat gaan aantrekken. Omdat je het op een natuurlijke manier gaat gaan doen. Een natuurlijke manier die resoneert met jouw energie. Want wat voor mij natuurlijk is, is niet per se voor jou natuurlijk. En dus hoe meer dat je die balans gaat aanbrengen in je mannelijke en vrouwelijke energie, hè, dus KQ, hoe meer dat je gaat gaan zien dat er ook weer verschillende wegen gaan openen. Dat je telkens weer op een volgend punt komt, dat je weer nieuwe keuzes mag maken, nieuwe beslissingen mag gaan nemen. En dat je ook daar telkens je vrije wil kan gaan gebruiken om iets te doen die afgestemd is met je natuurlijke flow of iets waar je ja, misschien kiest voor een stuk zekerheid nog. En ook daarin kan je niet verkeerd kiezen, want ik heb zelf eigenlijk ook de fout aan een fout die keuze gemaakt. In mei had ik al gezegd van ik ga stoppen met 1-op-1 sessies. En ik heb het toch nog blijven doen tot vorige maand. Waarom? Omdat dat het meeste was dat ik gekend was. Dat mijn meeste financiële veiligheid ook gaf. Maar je ziet, als je daar blijft dan in die keuze zitten en die keuze blijft maken, dat het jou niet meer de diepe vervulling brengt, dat je ziel eigenlijk naar verlangt. En dat niet meer in flow is met je natuurlijke energie. Dus welke keuze dat je ook maakt, je gaat altijd op punt terechtkomen of terug weer omgeleid worden naar wat je eigenlijk afhankelijk moest zijn. Dus ook daar, wees niet bang om keuzes te maken. Jouw realiteit gaat tonen of dat een keuze echt resoneert met jouw natuurlijke energie of niet. En regenbogen, zeker een dubbele regenboog, is super mooi. Ik weet niet of jullie de laatste tijd ook heel vaak regenbogen zien, maar ik heb al heel veel regenbogen gezien de laatste week. En bij mij is dat ook altijd een teken van bevestiging, dat alles oké is, dat alles verloopt zoals het moet lopen. Ook al loopt het niet volgens mijn tijd, volgens mijn planning, maar dat het wel volgens een hogere planning. Want ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat dingen bij anderen verlopen die mijn pad beïnvloeden of omgekeerd.
Maar hier is het ook weer hetzelfde. As above, so below. Zo dat boven is in jouw energie, zo zal het zich gaan tonen in jouw realiteit. Dus begrijp dat alles eerst ontstaat in realiteit. Ook tekort. Net hetzelfde. Net zoals ik het voorbeeld van mezelf gegeven heb. Waarom stagneerde mijn bedrijf plots weer? Omdat het mij getoonde dat de dingen die ik aanbood en deed, niet meer volledig resoneerden. Dus ik zat daar met die dualiteit. En ik kon gaan allerlei dingen gaan doen rond marketing en wat dan ook. Maar het ging blijven, op een heel laag pitje staan. Terwijl nu heb ik dat volledig omgegooid. Ben ik weer door heel veel schaduw van mezelf gegaan. Weer naar een next level gegaan. Wat dat maakt dat ik ook veel meer plezier weer haal. Uit bijvoorbeeld deze video's maken. Uit readingen doen voor mensen. Het is van dienst zijn, maar gewoon op een andere manier. Een manier die voor mij weer veel meer werkt. En dat is het enige, en dat is ook een van de dingen dat ik leer aan de mensen in het spiritueel ondernemers traject. Van, kijk nooit naar wat een ander doet. Kijk zelfs niet wat ik doe, maar leer jezelf kennen. Leer hoe dat je eigen energie werkt. En stem en creëer je bedrijf daarop rond. Zo ook, jij bent in die connectie met je onderneming, ben jij de vrouwelijke energie, dus de leider. En je bedrijf, de structuur, is een mannelijke energie. Dus die gaat jou voorzien. Je bedrijf gaat jou gaan voorzien. Maar je moet dat ook liefde geven. Als je zegt van, mijn bedrijf werkt niet. Dat vind ik niet leuk om te doen. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Het is heel eenvoudig. Met relaties, liefdesrelaties, werkt het net hetzelfde. Je is daar weer. Weer zagen. Weer seks. Zo werkt het. Dus hou dat in je achterhoofd. Dan, wat kunnen we nog extra toevoegen? We hebben eigenlijk alweer heel veel gezegd en heel veel gedeeld. En ik hoop echt oprecht dat de juiste mensen de juiste boodschappen mogen ontvangen. Deel ook gerust deze video's of mijn video's met andere mensen waarvan je denkt dat ze er iets aan zullen aan hebben. Wil je een persoonlijke reading? Dan mag je mij zeker contacteren of gewoon jouw reading onmiddellijk reserveren via de linkjes onderaan. Let op, mijn agenda begint vol te stromen. Dus hoe langer je wacht, hoe langer je ook zal moeten wachten tot je uiteindelijk dan jouw reading ontvangt. Dus dat gezegd zijn. Ook voor tweelingvlammen, ik heb sinds kort de pre-sale, dus eigenlijk de voorverkoop van het e-book Tweelingvlammen, de geheimen bij tweelingvlammen, opengezet, waardoor dat je eigenlijk, als je nu al een exemplaar van het e-book in huis haalt, dat je dan ook kans maakt op het winnen van een reading voor jezelf, voor jouw tweelingvlamconnectie, of als je dat wilt voor je bedrijf, dan maakt mij niet uit, inclusief een healing daar ook van. Plus, als je op de lijst staat, of nu inschrijft bij de voorverkoop, bij de pre-sale, dan kan je ook jouw vragen naar mij doorsturen via mail. Dat kan via de website. En die ga ik dan ook mee opnemen in het e-book. Zodanig dat zoveel mogelijk vragen eigenlijk ook beantwoord worden. Voilà, wat kregen we nog? De urn. Lost, death, fourth feature, grief, close-up, bereave, break-up en allemaal nog andere dingen die te maken hebben met afsluiten. Dus, en dat is hetgeen dat we daarnet ook gezegd hebben. Het is tijd dat we eigenlijk een oude versie van onszelf afsluiten. Ook wanneer dat gaat in je bedrijf. Vooral wanneer dat gaat in je bedrijf. Dat je gewoon eerlijk bent en dat je een stuk ook gaat gaan... Je mag gaan rouwen, je mag verdrietig zijn. Want ik was ook verdrietig dat ik dat niet meer mocht als het ware van mijn universumbaas. Hè. Maar tegelijkertijd wist ik ook dat het voor mijn hoogste goed was. En dan zie je ook, dus door die keuzes te maken, ga je ook geduwd worden om nog beter te gaan luisteren en nog beter jezelf gaan af te stemmen op jouw diepste zelf. Waarmee dat ik wil zeggen, je gaat echt geduwd worden in het onbekende om die schaduwen die er nog zijn, die ervoor zorgen dat je niet volledig jouw hoogste versie van jezelf nu al leeft, om die te gaan transformeren. Om die zodanig te gaan veranderen, zodanig comfortabel te gaan voelen in die verandering, zodanig dat je ook open bent om veel meer te gaan ontvangen. En dat is hier ook weer die kaart met die verschillende wegen. Kijk, een ander dek en eigenlijk dezelfde boodschap.
Dus het is belangrijk dat jij, dus je hebt de keuze om je vrije wil te gaan gebruiken van in afstemming met angst en hetgeen dat je kent en veiligheid en wat dan ook dat je denkt dat veiligheid brengt. Of het af te stemmen op jouw hoogste zelf, op jouw ziel, wat dat je ziel weet, wat dat je ziel hier wilt neerzetten, wat dat jouw natuurlijke flow is. Maar dat vraagt natuurlijk om heel veel dingen los te laten en heel veel dingen anders te gaan doen. Maar als het nog niet duidelijk is, dat gaat inderdaad ook vragen om heel veel angsten, heel veel lachter aan de emoties, gewoon bewust te gaan zijn en die te gaan transformeren. En dat is ook hetgeen wat je uiteindelijk doet wanneer je een meester wordt, wanneer je leert wat betekent om geascendeerde meester hier te zijn op aarde. Dat is wanneer je leert dat je eigenlijk ongeacht de realiteit, dat je eigenlijk controle kunt beleven, uitoefenen over je gedachten, je energie en over je emoties dus ook. En dat op zich, die controle die je hebt, maar vanuit je vrouwelijke energie, dus vanuit die lening vanuit je vrouwelijke energie, ga je zien dat je eigenlijk jouw realiteit kan gaan shiften. En dan hebben we hier nog ook weer een zeemkaart, 557. 9 is ook einde. Detail, look closer, inspection, research, be careful and depth, pay attention, don't assume. Hidden, double check, read between the lines, ja. Hetgeen wat ik hier ook wel hard doorkrijg, is het feit dat je moet opletten dat je niet vaak, zeker wanneer je geconfronteerd wordt met problemen, dat je bijvoorbeeld zegt van, mijn business gaat niet meer, stroomt niet meer, of er komt geen geld meer binnen, en de rekeningen stapelen zich op, dat je eigenlijk niet in de valkuil valt van de realiteit te gaan nemen als bewijs van, ja, zie wel, het is niet juist, ik ben verkeerd bezig, ik moet weer ergens iets anders gaan doen. Ja, dat klopt, in die zin, dat je moet gaan kijken en naar binnen moet gaan. Je moet niet volledig je bedrijf en je onderneming op gaan doeken. Je moet gaan kijken, of je moet, ja, je moet niks, het is volledig jouw keuze natuurlijk. Maar het advies is om te gaan kijken van, oké, waar geef ik nog in? Dus waar, hoe zeg je dat? Waar geef ik eigenlijk nog veel te veel toe en probeer ik nog in bepaalde vakjes en hokjes te gaan passen? Omdat ik denk dat dat hetgeen is die mij succes gaat brengen. Want ja, bij A en mevrouw X en meneer Z en die werkt dat ook op die manier. Maar die andere mensen zijn jou niet. Ze hebben een andere energie, ze zijn niet met een andere reden, ze hebben een andere frequentie, ze hebben wat dan ook. Jij moet luisteren naar jezelf. Jij moet naar binnen gaan. Leren wat dat is en hoe dat is om vanuit die vrouwelijke energie te gaan leiden. En dat is hetgeen, ja, ik kan het gewoon maar niet zeggen. Het is gewoon een kwestie van eigenlijk het risico nemen. Te kiezen voor geluk en echt het alles te zien, alles die op je pad komt. Zeker wanneer het gaat rond spiritueel ondernemerschap. Om het te zien in functie van je eigen groei. Om het te zien van, niet als van, er komt niets meer binnen, ik heb gefaald. Nee, maar van, wat kan ik hier nu zodanig gaan veranderen? Welke schaduw wordt er nu gespiegeld via mijn onderneming? Denk mannelijke vrouwelijke energie. En waar kan ik zodanig dingen gaan veranderen, zodanig dat ik weer afgestemd ben en weer uitgeleend ben, zodanig dat dingen weer kunnen gaan stromen en weer in lijn zijn met wat dat uiteindelijk bedoeld is. Maar dan zie je met welke vlammen dat je zou kunnen werken. Als je resoneert met deze reading en deze boodschap. Wat is de vlam? De roze-rode vlam is al één dat ik sowieso hoor, maar die kwam ook voor en dat heeft te maken vooral met die mannelijke energie. Wat hebben we nog? Welke? Oké. Oké. Wat krijgen we? En het is geen roze, maar het is wel rood, oranje, geel. Het is aardig en gezapte keel en heeft te maken met romance. Maar wat dat vooral hier niet zozeer over romantiek gaat. Natuurlijk moet je lief hebben en lief zijn voor jezelf. En proberen vanuit zo vaak als mogelijk over ware liefde in het leven te staan. Maar het gaat ook weer over die balans. Die balans tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. Wat we hier ook eerder al gezien hebben. Wat ik ook in de vorige video's gemaakt heb. Dus er worden echt ook collectief gewoon uitgedacht. Om altijd maar dieper en dieper en dieper te gaan. In die eenheid van mannelijke en vrouwelijke energie. Voilà, als je dat wilt en je zit met vragen rond je business, zeker als lichtwerker dan, of rond gewoon geldzaken en dergelijke, als je wil weten waar dat je zelf tegenhoudt, wat dat blokkades zijn, ook dan mag je mee een reading reserveren.
Ik deed vroeger alleen maar voor tweelingblauwen, maar ook dat mag je natuurlijk, omdat het ook verbonden is met missiewerk en hier jouw licht te delen en gaan stralen. En ook daar hoop ik, wil ik op een zodanige efficiënte manier van dienst zijn. Dus als je dat wilt, boek gerust een reservering of reading via de link hieronder. Zoals ik daarnet gezegd, dat wacht niet te lang, want ja, als men eenmaal mijn agenda begint vol te lopen, ja, dan gaat de wachttijd iets langer zijn. Voilà, dat is het voor deze video. Ik ga eens gaan kijken naar mijn kinderen en ik wens je alvast een hele fijne dag. Dag!